Op het Abdijplein in Middelburg is toch wel een hele bijzondere tentoonstelling te zien, de Tour d'Artistique. Er staan hier in een cirkel 12 caravans waarvan ieder op zich een eigen mini-museum is. Nou, hier staan inmiddels 12 caravans en die zijn uit de collectie van Pet van der Luitgaarde uit Utrecht. Pet is een verdiende kost met fotografie, want het zijn beroep is fotograaf, maar dit is hobby. Al heel lang, hij verzamelt verzamelingen met EN achteraan. En dat omvat alles van hele kleine objecten, dus puntenslijpers, tot caravans toe en zo'n beetje alles wat je daartussen kunt verzinnen. Dit is dus natuurlijk geen gewone tentoonstelling en het trekt daarom veel bezoekers. Nou, dat is verbazingwekkend. Echt hier, zeker ook op het plein. Je hebt, van zo gauw je de caravans open komt doen, 's morgens tot 's avonds. Ja, je zou eigenlijk tot 11 uur door kunnen gaan. En ook, wat mij verbaast, mensen uit alle landen die je maar kan verzinnen. Zowel Europees als daarbuiten. En het is heel bijzonder. Nou, wat vindt u van deze tentoonstelling? Ja, heel apart. Nog nooit gezien zoiets, hè? Dus, en vanmorgen las ik het in de krant, dus we zeiden we gaan eens kijken. Maar dit had ik toch niet verwacht, hoor. Hele creatieve gebeurtenis eigenlijk, hè. En heeft u een favoriet tot nu toe van wat u gezien heeft? Nou, favoriet eigenlijk niet. Ja, is Barbie zijn hier te zien en G.I. Joe's en aanzichtkaarten en de schedels natuurlijk. Ja, is ook heel interessant. Maar wat me vooral opvalt is dat het heel veel spullen zijn. Die dus afgedankt zijn. En dus een heleboel spullen die anders weggegooid zouden zijn. Hè? En die worden nu tentoongesteld in zo'n caravan. De Tour d'Artistique is nog te bekijken tot en met zondag 12 juli.